Bewegingstelsel. Bewegingstelsel geeft vorm aan het lichaam en maakt bewegen mogelijk. Het is opgebouwd uit botten of beenderen en vormen samen het geraamte of skelet. Botten zijn verbonden via de gewrichten en spier. De gewrichten bepalen de bewegingsmogelijkheid en de spieren maken het mogelijk om het skelet in beweging te brengen. Ons skelet bestaat uit 206 afzonderlijke beenderen. Elk bot is uniek en duidelijk herkenbaar aan zijn vorm. Anatomie, hier zien we de schedel, onderkaak, sleutelbeen, borstbeen of sternum, ribben, spaakbeen of radius, ellepijp of ulna, middenhandsbeentjes, vingerkootjes, dijbeen of veemuur, scheenbeen of tibia, kuitbeen of fibula, teenkootjes, schouderblad, opperarmbeen, wervelkolom, bekken. Handwortelbeentjes, knieschijf, voetwortelbeentjes en middenvoetsbeentjes. Bij het observeren van het skelet zien we dat de beenderen verschillende vormen hebben. Deze kan je onderbrengen in vier verschillende categorieën: de korte beenderen, lange beenderen, platte beenderen en onregelmatige beenderen. De korte beenderen, dit wil zeggen dat de botten ongeveer in alle richtingen even groot zijn. Ze hebben een dunne compacte buitenlaag, zoals wervels, hand- en voetwortelbeentjes. De lange beenderen, ook pijbeenderen genoemd, zijn lang en dun. Bijvoorbeeld scheenbeen, dijbeen, vingerkootjes. De platte beenderen, deze zijn plat en breed. Bijvoorbeeld schedel, schouderbladen, borstbeen, heubeen. En als laatste hebben we de onregelmatige beenderen. Deze passen niet in de bovenstaande opzomming... Bijvoorbeeld ruggenwervels en beenderen van het bekken. Als we kijken naar de schedel van een baby, merken wij verschillende naden en we zien twee openingen. We zien vooraan een grote opening, een ruitvormige opening. Dit noemen we de grote fontanel en deze sluit na 18 maanden. Achteraan zien we een kleine fontanel die driehoekig is en deze sluit na drie maanden. De fontanellen hebben twee functies: de schedelnaden. Bestaan uit kraakbeenverbindingen. En deze laten toe dat de schedelbenen lichtjes over elkaar schuiven bij de bevalling. Zo kan het hoofdje beter door het geboortekanaal. De tweede functie is dat de hersenen zich gedurende de eerste maanden goed moeten ontwikkelen. Als de fontanellen te vroeg sluiten, kunnen de hersenen zich onvoldoende ontwikkelen en ontstaat er een mentale achterstand. Dit is een doorsnede van een lang bot. De functie van het skelet, deze geeft vorm en stevigheid aan het lichaam. De schedelbeenderen beschermen de hersenen en de kwetsbare zintuigen. Ze beschermen ook de organen, zoals hart en blaas. De plattebeenderen bevatten rood beenmerg en hierin worden dus de bloedcellen gevormd aan de botten kunnen spieren zich vasthechten en een pees bevindt zich tussen het bot en de spier en deze zorgt voor een stevige verbinding. Als het skelet niet stevig genoeg is, gaat deze van vorm veranderen. De stevigheid van het skelet kan je beïnvloeden door belasting. Als je genoeg beweegt, wordt het bot dikker. Beweeg je te weinig, gaat het bot dunner worden. Beweging zorgt dus voor een steviger skelet. Het skelet daarentegen van een baby bevat nog veel kraakbeen. Van het moment dat het kind ouder wordt, gaan de beenderen meer kalk opslagen en worden deze harder. Op het einde van het bot zit een groeischijf en deze gaat de lengtegroei bepalen. De lichaamshouding van een kind verandert omdat niet alle botten even snel groeien. En als de groeischijven verbeend zijn, wil dit zeggen dat onze lichaamslengte bereikt is. De bouw van onze gewrichten. De beenderen zijn met elkaar verbonden door middel van een naad. Dit hebben we gezien bij de schedel. Tijdens het eerste levensjaar gaan deze naden verbenen en de bewegelijkheid gaat verdwijnen. Toch zijn er beenderen die een beetje kunnen bewegen. Bijvoorbeeld hebben we onze ribben die aan onze borstbeen aangehecht zijn en verbonden zijn door een stukje kraakbeen. De beenderen zijn verbonden door een gewrichtskapsel. En een gewricht. Hier komen we later nog op terug. Gewrichten zorgen voor een soepele beweging van het skelet. We kunnen deze in drie categorieën onderverdelen: de vlakke gewrichten, kogelgewrichten en scharniergewrichten. De vlakke gewrichten: de vlakke gewrichten maken een draaibeweging mogelijk, tussenwervelsgewrichten, halswervels. De kogelgewrichten bewegen op en neer, naar voren en naar achter en in het rond, bijvoorbeeld heupgewricht, schoudergewricht. Dan hebben we de scharniergewrichten, maken beweging mogelijk van voor naar achter, bijvoorbeeld ons kniegewricht en het ellebooggewricht. De werking van onze gewrichten, waar er elkaar raken, is er een verbinding gemaakt door een gevrichtskapsel. De gevrichtspanden verstevigen die verbinding en bepalen mee de bewegingsmogelijkheid. Als wij bewegen, gaat er een druk komen op beide beenderen. En deze laag wordt dus beschermd door een stukje kraakbeen, zodat de beide beenderen niet op elkaar schuren. In de gewrichtsholde is een vloeistof aanwezig en deze gaat de gewrichten smeren. De vloeistof, de vloeistof wordt aangemaakt in het synovium, daarom noemen we het, de vloeistof ook synoviaal vocht. Gevrichtskapsel en gevrichtsbanden zorgen voor de stabiliteit van het gewricht en deze krijgen ondersteuning van de spieren. Ons spierstelsel. De bouw. We hebben dwarsgestreepte spieren, dit zijn willekeurige spieren en staan onder invloed van onze wil. Deze zijn snel vermoeid, kramp is mogelijk, bijvoorbeeld spieren van onze armen en benen. Dan hebben we de gladde spieren, dit zijn onwillekeurige spieren, staan niet onder invloed van onze wil... Werken traag, zijn onvermoeibaar, bijvoorbeeld spieren van onze slokdarm, maag en bloedvaten. Als laatste hebben we de mengeling van beide. Onze hartspier, dat is de enige die de mengeling heeft en die bestaat dus zowel uit dwarsgestreepte als gladde spieren. De functie van ons spierstelsel. Deze is verantwoordelijk voor de houding van het lichaam. De houding, dat wil zeggen spanning die aanwezig is in aan onze spieren en dit noemen we de spiertonus. Spieren zijn ook verantwoordelijk voor beweging van het lichaam. Bewegingen ontstaan door het samentrekken van spieren. Als spieren samentrekken is er energie nodig. Energie verkrijgen we uit de verbranding van voedingsstoffen. En hier wordt warmte geproduceerd en zo kunnen we ook onze lichaamstemperatuur regelen. Buikspieren beschermen de organen in onze buikhalte, hartspier pompt het bloed door het lichaam en spieren zorgen voor een deel van de warmteproductie in het lichaam. Werking Bewegingstelsel wordt aangestuurd vanuit de hersenen. De hersenen gaan een prikkel geven via de zenuwbazen, zenuwbanen die de spier, spiervezels bereiken. Dit zorgt ervoor dat een spier samentrekt of ontspant. Een spier kan enkel duwen en niet trekken. Meestal werken spieren in een groep. Het skelet komt in beweging door samentrekking of loslaten van een spier. Elke beweging wordt door een andere spier veroorzaakt. Om een arm te buigen hebben we de biceps nodig. Om een arm te strekken de triceps. Deze twee spieren werken met tegenovergestelde functies, tegenovergestelde partners en dit noemen we antagonisten. Spieren die samenwerken noemen we synergisten. Relatie met andere stelsels. Om te kunnen werken heeft een spier energie nodig. Energie ontstaat door verbranding. Dit gebeurt in de spiercellen. Dit noemen we de stofwisseling. Brandstof haal je uit de voedingsmiddelen die je eet. En de voedingsstoffen die daaruit gehaald worden, is ons spijsverteringsstelsel. We hebben zuurstof nodig. Deze komt van de longen. Ademhalingsstelsel en hart- en bloedvatenstelsel zorgen dat alles tot bij het kleinste spiercelletje geraakt. Een goede conditie heb je nodig en dit kan je bereiken via onderstaand schema. Drie tot vijf keer per week moeten we sporten. We trainen 60 tot 80 procent van onze maximale hartfrequentie. En voor beginners moeten wel in staat zijn om een normaal gesprek te voeren tijdens het sporten. Lukt dit niet meer, moet je een beetje rustiger aan doen. We moeten dit 30 minuten doen of eventueel langer. Welke sport? Wandelen, fietsen, lopen, zwemmen of nordic wandelen. De groei van het kind. De groei moeten we regelmatig opvolgen, zowel van gewicht lengte en hoofdomtrek. Dit is belangrijk. We gaan deze opvolgen in standaard deviatiescores, SDS. Alle waarden die gemeten zijn bij het kind als deze afwijken, kan dit wijzen op een onderliggend gezondheidsprobleem. De meetgegevens worden in het kindboekje van kind en gezin genoteerd. Er is een verschil tussen jongens en meisjes. Daarom hanteren we ook een aparte curve voor het eerste levensjaar. Als een kind groter is bijvoorbeeld, gaan we de arts of de verpleegster van het CLB raadplegen en zij gaan de observaties noteren in een geïntegreerd elektronisch dossier. Hier zien we bijvoorbeeld de groeicurve voor het gewicht van jongens van 0 tot 1 jaar. We gaan naar gelang de leeftijd het gewicht bepalen, een bolletje zetten en het beste is dat deze tussen de rode lijnen gaat vallen. Groeicurven voor de lengte van de jongens en voor de hoofdomtrek. Er bestaat ook een aparte groeikurve voor de meisjes. Het vawichelenonderzoek gebeurt ook bij kind en gezin. Zij gaat de neuromotorische ontwikkeling nagaan. De baby wordt onderzocht zonder hemdje of luier, maar hier is een specifieke opleiding voor nodig. Ook gaan we observeren, tekenen die wijze... Of kunnen wijzen op onvoldoende beheersing van de houdingsmotoriek, moeten we nagaan. Bijvoorbeeld, ligt het kind graag op de buik of nee? Heeft het probleem met wisselen van houding? Trekt het de beentjes naar voren bij het optellen, optillen? Uh, heeft het moeite om evenwicht te bewaren? Enzovoort. Een kind dat kruipt, oefent zowel de coördinatie, het evenwicht, de spierspanning als de kracht. Hier zien we ook een set mijlpaal. Kaarten, dit is bijvoorbeeld van mijn allereerste tandje. Juppie, ik kan zitten. Dit zijn ook dingen die wij kunnen noteren in het boekje van Kind en Gezin. De volwassenen, ouderen. Parameter, gewicht. Het is belangrijk om de ouderen op regelmatige tijdstippen te wegen. We doen dit steeds in gelijkaardige omstandigheden, bijvoorbeeld vlak voordat ze gaan douchen. Veranderingen in het gewicht worden zo in beeld gebracht. De lengte. Meestal gaan we deze staand meten. Bij hoogbejaarden kan dit ook liggend zijn met een meetlint in het bed. Vanaf 40 jaar krimpen wij sowieso 1 cm per 10 jaar. De wervelkolom krimpt, er is botverlies en deze versnelt het proces. Lichaamsoefeningen, inname van vitamine D en calcium vertragen het proces. De BMI is body mass index is eigenlijk de verhouding tussen lengte en gewicht. Hoe meten we dit? We nemen het gewicht in kilogram en delen dit door lengte in meter maal lengte in meter. De BMI gaat weergeven of iemand overgewicht heeft, een te laag gewicht heeft of een goed gewicht heeft. Ondergewicht wil zeggen dat we een BMI hebben kleiner of gelijk als 18,5. Een normaal gewicht heeft een BMI tussen de 18,5 en de 24,9. Overgewicht heeft een BMI tussen de 25 en 29,9. En obesitas heeft een BMI hoger of gelijk aan 30. Bij een oudere kan de BMI iets hoger liggen, daar de spier- en botmassa afneemt en de vetmassa toeneemt. Tailleomtrek is ook een belangrijk gezondheidsfactor, omdat in de taille meestal het vet bevindt. Het vetterhoogte van de buik bepaalt eigenlijk het risico op hart- en bloedvatenziekte en diabetes. Deze wordt gemeten tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen. Een verhoogd risico bij de man wil zeggen groter of gelijk aan 94 cm, bij de vrouw groter of gelijk aan 80 cm. Een sterk verhoogd risico wil zeggen bij de man hoger als 102 cm, bij de vrouw hoger als 88 cm. Pijn? Pijn is ook een belangrijke indicatie voor problemen aan spier en gevrichten. Deze, de oorzaak hiervan kan een ontsteking zijn. Een zorgvrager die pijn heeft, gaat waarschijnlijk minder bewegen. Belangrijk is ook dat wij aandacht besteden aan de non-verbale reacties. Dit is een belangrijke indicatie van pijn. De ouder is niet altijd in staat om pijn te verwoorden. De ernst van de pijn kan men benoemen met bijvoorbeeld een pijnschaal. Observaties van het lichaam. Waar moeten we op letten? Bijvoorbeeld: is de spier verlamd? Doet het gewricht pijn tijdens de beweging? Is het gewricht misvormd? Zien wij zwellingen of voelt het warm aan? Het gedrag. Heeft de zorgvrager genoeg energie voor gewenste activiteit? Heeft de zorgvrager voldoende lichaamsbeweging? Welke lichaamsbeweging en hoe regelmatig doet hij dit? Valt de zorgvrager regelmatig? Hoe beweegt de zorgvrager zich voort? Onzeker, aarzelend, schuifelend? Aandoeningen en ziektes. Problemen met de schedel. Craniostenose wil zeggen dat de fontanellen te vroeg gaan dichtgroeien. De schedelvorm hangt af van welke naden zich te vroeg gaan sluiten. De hersenen ontwikkelen zich onvoldoende. Fysieke en psychische achterstand is mogelijk. Microcefalie wil zeggen dat er bij de geboorte een kleine schedelomtrek is, kleiner dan 33 centimeter. De hersenen hebben er te weinig plaats om te groeien en afhankelijk van de grootte van de schedel zien wij milde tot ernstige mentale beperkingen en motorische ontwikkeling verloopt ook trager. Tegenovergestelde van microcefalie is macrocefalie. Dit wil zeggen een te grote schedelomtrek, groter als 38 centimeter bij de geboorte. Dit ontstaat door te veel vocht in de schedel en we noemen dit een waterhoofd. Hier zien we soms ook een mentale achterstand. Een gebombeerde fontanel. Dit wil zeggen dat de fontanel bol staat door overdruk, door het te veel vocht in de schedel. Het vocht kan zijn water of bloed bijvoorbeeld van een inwendige bloeding. Een ingezonken fontanel, dit wil zeggen dat de fontanel ingezonken is, meestal door onderdruk en er is sprake, sprake van uitdroging. Waarschijnlijk heeft de baby veel koorts gehad of veel over moeten geven. Problemen aan de wervelkolom. We hebben lordose, kyfose en scoliose. Lordose, dat is een te sterke kromming aan de ruggenwervel ter hoogte van de lenden. We zien een uitgesproken holle rug en actie is kinesitherapie. Kyfose, zien we een te sterke kromming aan de ruggenwervels ter hoogte van de schouders. De zorgvrager loopt voorovergebogen en kijkt naar beneden. Ook hier kinesitherapie. Scoliose, zien we een zijwaartse kromming van de ruggenwervel. De zorgvragers gaan zijwaarts hangen. Ook hier kinesitherapie. Problemen met de gewrichten. Het verschil tussen artrose, slijtage en artritis ontstekingsreuma. Artrose is het afslijten van het gewrichtskraakbeen en bot. Door verouderingsproces gaat het gewricht minder goed functioneren. Artritis daarentegen is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die pijn en misvormingen veroorzaken van het gewricht en die ontstekingsverschijnselen geven. De symptomen van artrose zijn pijn in het gewricht, stijfheid, beperkte bewegingsmogelijkheden van het gewricht en zwelling. De symptomen van artritis zijn ontstekingsverschijnselen ter hoogte van het gewricht die zich uiten in warmte, pijn, roodheid, zwelling en functieverlies. Vervormingen van de gewrichten duidelijk te zien aan de vingers. Ochtendstijfheid en de reuma kan aangetoond worden in het bloed. Acties bij artrose: medicatie nemen om de pijn te verminderen, eventueel inspuitingen van medicatie rechtstreeks in het gewricht, koude compressen leggen, kinesotherapie, eventueel voedingssupplementen nemen en eventueel een operatie om het gewrichtsoppervlak te vervangen. Arthritis: de acties ervan, een goed evenwicht zoeken tussen rust en bewegen. Medicatie om ontstekingsverschijnselen te onderdrukken. Warmte- en koude compressen kunnen een verzachtende invloed hebben. Problemen met de voeten. Platvoet en holvoet. Een platvoet heeft geen welving bij de voeten. De tenen staan in spreidstand en de voet zit volledig op de grond. Knieën staan tegen elkaar en hebben te veel druk. Lang stappen is onmogelijk. Acties. Voordat men vier jaar is, schoenen met een stevig voetbed en lopen met blote voeten in het zand. Na vier jaar naar de orthopedist gaan om steunzolen te laten voorschrijven. Een holvoet is een te sterke welving van de voeten. De symptomen: een voet heeft een hoge wreef en de holte onderaan is te groot. Acties: orthopedist gaan of podoloog. Problemen met het skelet. Osteoporose. Osteoporose is ook botontkalking genoemd. De structuur van de beenderen wordt poreuzer en daardoor breekbaarder. Symptomen: onverklaarbare pijnen in lende en onderrug. De lichaamshouding verandert. Een kleine slag of stoot kan een breuk optreden, bijvoorbeeld aan de pols, schouder of heup. Wat moeten we doen? Aanmaak van vitamine D is belangrijk. Regelmatig buiten komen waarbij men handen en gezicht onbedekt laat. Inname van calcium en vitamine D. En dagelijks matig fysieke inspanningen doen, ongeveer 30 minuten per dag om ook de opname van calcium te bevorderen. Problemen met de spieren. De ziekte van Parkinson. Wat is dit nu? Dit ontstaat door een een tekort aan dopamine in de hersenen, waardoor er bewegingstoornissen optreden. De symptomen bewegen gebeurt traag, houdtrig en de zorgvrager gaat beven aan de handen en de armen. Ook tong, kin, benen en voeten kunnen beven. Acties, passende medicatie geven. Spierpijn. Spierpijn wil zeggen dat we pijn hebben aan de spieren door een ontsteking... Overge... overbelasting of de gevolgen van stijve spieren. Dit komt meer voor bij bejaarden. De symptomen, we hebben dat voornamelijk aan onze nek, rug en schouders. Actie, behandelen met een pijnstiller of aanbrengen van lokaal salf. Een spieratrofie, dit wil zeggen dat de spier aan massa verliest en de spier wordt hierdoor minder krachtig. De symptomen, minder krachtige spieren. Actie, kan een gevolg zijn van bedlegerigheid of ondervoeding. Signaleer dit aan de verantwoordelijke. Spiercontractuur is een verkorting van een spier of een pees of een gewrichtskapsel als gevolg van een bewegingsbeperking. De symptomen: uh, wij zien dat de, het strekken van de gewrichten moeilijk gaat en soms ook onmogelijk. Dit komt voornamelijk voor aan schouder, elleboog, heup of hand. Actie: passieve mobilisatie tijdens een zorgmoment en kinesiotherapie. Spierspasmen. Dit wil zeggen een plotselinge, onwillekeurig samentrekken van één of meerdere spieren en kan een symptoom zijn bij bepaalde aandoeningen. Wat moeten we daarmee doen? Gewoon melden aan de verantwoordelijke.